In de vorige video hadden we al gezien dat Europa verdeeld raakte in twee invloedssferen. Een kapitalistisch en democratisch West-Europa met de Verenigde Staten als bondgenoot, en Oost-Europese satellietstaten die communistisch waren geworden en onder invloed van de Sovjet-Unie stonden. En tussen die twee invloedssferen liep het ijzeren gordijn. Nou, en nergens in Europa zag je die deling zo goed als in Duitsland. En daar gaan we in deze video eens naar kijken. Want na de Tweede Wereldoorlog. Uh, verdelen de geallieerden Duitsland tijdelijk in vier bezettingszones? De gedachte erachter is dat uh, er dan geen onrust in Duitsland kan ontstaan, waardoor er misschien weer een nieuwe oorlog uit kan breken. Nee, ze willen uh, eigenlijk Duitsland even onder controle houden en het land ook de kans geven om weer op te bouwen. Maar goed, ze keken dus wel anders aan tegen hoe dat zou moeten, want ze hadden immers verschillende ideologieën, botsende ideologieën zelfs. En dat zie je bijvoorbeeld heel sterk terugkomen in 1948, als de Westerse geallieerden, Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten, een nieuwe munt in gaan voeren in die Westerse bezettingszones, want zij willen heel graag een kapitalistische vrije markteconomie. Ja, en de Sovjet-Unie wil dat juist niet, zo'n kapitalistische vrije markteconomie. Die wil een communistische planeconomie. Dus uh, Stalin, de leider van de Sovjet-Unie, is niet bepaald blij als dus die, uh, dat in het Westen gaat gebeuren. En zijn reactie is dan ook de blokkade van Berlijn. Want Berlijn was net als uh, heel Duitsland ook verdeeld in vier bezettingszones. En West-Berlijn was dus ook verdeeld in een Amerikaanse, een Franse en een Britse zone. En om daar te komen uh, moest je overweg daar naartoe gaan. En uh, wat Stalin dus deed, was die toegangswegen vanuit het Westen naar West-Berlijn afsluiten. Want die liepen immers door die Sovjetzone heen. Dus Stalin die kon gewoon de grenzen sluiten. En hij hoopte daarmee dat uh, de westerse geallieerden West-Berlijn op zouden geven. Dat ze zouden zeggen, weet je wat, laat maar zitten, dit is de moeite niet waard. We willen geen oorlog met Stalin. Stalin, jij mag ook West-Berlijn hebben. En daarmee had Stalin dus uh, ja, niet dat kleine rare stukje westerse bezettingszones in zijn eigen bezettingszone liggen. Dat was wat hij wilde. Maar wat er in de praktijk gebeurde was dat de Amerikanen en de Britten en de Fransen West-Berlijn niet op wilden geven. Dan woonden 2 miljoen uh, mensen en die, die werden dan uh, vanuit de lucht maar bevoorraad. Hè. Er kwam een luchtbrug en alles wat mensen nodig hadden in West-Berlijn, dat werd via vliegtuigen werd dat aangevoerd. In West-Berlijn lagen verschillende vliegvelden en daar kwam dus voedsel, toiletpapier, kleding, nou ja, alles wat je nodig hebt. Werd dus dag in dag uit, 24 uur per dag, werd dat aangevoerd. En dat duurde zo'n 11 maanden lang. En pas na 11 maanden geeft Stalin die hele blokkade van Berlijn op. Het was een stelletje bluffpoker tussen die uh, Westerse geallieerden en de Sovjet-Unie. En uiteindelijk was de vraag wie als eerste op zou geven. Nou, ja, Stalin, die, die denkt dus, ja, ik kan dit nog lang volhouden, maar uh, dat heeft eigenlijk ook geen zin meer. En hiermee komt er dus een einde aan die blokkade van Berlijn in 1948. Maar het laat ook wel meteen zien dat het dus uh, geen zin heeft om Duitsland op één manier te blijven besturen en dat er een groot verschil is tussen het westen en het oosten van Duitsland. En Duitsland raakt dan ook verdeeld in West-Duitsland. In 1949 worden die drie bezettingszones wordt de BRD, de Bondsrepubliek Duitsland. En Oost-Duitsland, de Sovjet-bezettingszone, wordt dan de Duitse Democratische Republiek. En dat wordt dus een nieuwe communistische satellietstaat in het oosten. En zo zie je dus dat Europa verdeeld raakt in twee ideologische machtsblokken. En die gaan dan ook bondgenootschappen vormen, militaire bondgenootschappen, omdat ze bang zijn uh, voor de anderen. en ze willen niet dat die ander zich verder uit gaat breiden. Dus uh, dan zie je dat uh, de NAVO wordt opgericht, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. En dat zijn dus uh, de democratische kapitalistische landen, met de Verenigde Staten als belangrijkste land en dus haar uh, West-Europese bondgenoten erbij. En dat zijn de blauwe landen die je hier op dit kaartje ziet staan. En daartegenover zal uiteindelijk in uh, de hoofdstad van Polen, Warschau, zal ook een militair bondgenootschap worden gevormd, het Warschau-pact. En dat zijn alle rode landen die je hier op deze kaartje staan. En die staan dus onder leiding van de Sovjet-Unie. En de gedachte achter beide bondgenootschappen is eigenlijk heel simpel. Als een van ons in gevaar komt of bedreigd wordt door, uh, door het andere machtsblok, dan slaan we met z'n allen terug. Je kent dat misschien wel, hè, dat zie je op stap wel eens gebeuren of zo. Uh, dat, dat bijvoorbeeld uh, één iemand in de groep die, 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 die krijgt ruzie met iemand anders en de hele groep die duikt er bovenop. Ja, dat is eigenlijk wat hier ook gebeurt bij een bondgenootschap. Hé, hey, je staat niet alleen, we vechten samen tegen de vijand. Ja, en zo lijkt de spanning in Europa dus alleen maar meer op te lopen. En die spanning die loopt ook nog eens op, omdat er een wapenwedloop ontstaat tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. En dat is niet zomaar een wapenwetloop, dat is een kernwapenwetloop. Want de Amerikanen hadden dus de Tweede Wereldoorlog beslecht met die twee atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Maar vier jaar later liet de Sovjet-Unie zien dat ze ook atoomwapens konden maken. En vanaf dat moment ging het snel. Je ziet hier in deze grafiek ook al: uh, het aantal kernwapens neemt enorm snel toe. En uh, dat vergroot dus ook de kans op een atoomoorlog. Hè. Dus als het ooit in, tot een directe oorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie zou komen, dan zouden er kernwapens misschien wel gebruikt worden. Nou ja, iedereen die, die vroeg zich af van, holy shit, wat moet dat wel niet betekenen? Dat moet echt voor totale vernietiging zorgen. Maar nee, zeiden de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Dit is juist goed voor de vrede, want omdat wij zoveel kernwapens hebben, durft de ander ons niet aan te vallen. En uh, we schrikken de ander dus eigenlijk af door iedere keer maar weer meer kernwapens te krijgen. Want dat is wat de wapenwedloop is. Hè? Oh, zij hebben zoveel wapens, nou dan moeten wij ook weer meer wapens. Oh, maar als zij weer meer wapens hebben, moeten wij ook weer meer wapens. En zo blijven ze de hele tijd tegen elkaar opbieden. Alles dus om die ander maar duidelijk te maken: je moet mij vooral niet proberen aan te vallen. En dit is ook misschien wel een van de belangrijkste redenen waarom het die Koude Oorlog een Koude Oorlog blijft en geen hete echte directe oorlog wordt. Ze zijn dus heel bang uh, voor die kernwapens van de ander als het ooit een directe oorlog zou zijn geworden.